Ja? En ze waren toen nog op de grond bezig met bedradingen doortrekken. Goedemorgen lieve vrienden, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer vrijdag, de 25e van de 2e, 2022. En we leven om 11:54. 25e februari, vandaag, 5 jaar geleden, dat Jack is overleden. Wat mij weer natuurlijk veel pijn en verdriet doet, maar we gaan gewoon vrolijk door. Alsof het gewoon een normale dag is en dat is het verder ook. Ja, Stefan die komt, Sanne die komt, Karin die zal wel komen. Ik moet nog zien dat kattengrit voor die tijd haal. Red ik niet. Nee, want ik ben maar net uit mijn bed, want ik heb een rotnacht gehad. En mede doordat ik met mijn hoofd mee bij mijn mannetje zat. En ten tweede, ik hoor een hele zware... motor ronken van een vrachtwagen, dacht ik, was het een brandweerwagen, nou ja, het geluid van een vrachtweerwagen. Met blauw zwaailicht, maar er was hier niks. Dus waar die naartoe moest, wist ik ook niet. Ik bekijk het maar. Maar ja, dat rijdt er langs je slaapkamer, laat me zeggen. Ja, en ik sliep bijna, dus ja, ben je toch weer wakker. Maar ja, oké, ik ga nou met de meisjes uit. En, want ik verwacht Karin natuurlijk ook, ja. Dat kan niet missen, dus ik ga met meisjes uit en we zullen het wel beleven, ja. En dan moet ik kattenbakgrit halen en Stefan die komt rond 1:01 en het is nu rond 11:50, dus ja, dan weet je het, krappe tijd allemaal. Maar ja, ik kom wel goed hoor, want ik kan Stefan ook alleen nog laten en Karin die zal er dan ook wel wezen, dus ja, even op de booster heen en weer. En vanavond hebben we weer een tas Too Good To Go. Ja, die kan ik vanavond weer ophalen. Dus we zullen beleven. En ook heb ik nog wat. Ik moet hem nou voortaan in mijn handen houden. Tenminste voorlopig. Want mijn tripod is stuk. Ja, gaat goed, meneer Heus. Dat ding waar de telefoon dan in zit. Dat ding dat schoot los uit zichzelf. En dat was afgebroken. Nou ja, dan gooi ik me weg. Wat moet je er anders mee? Ja, dan heet er niks meer aan. Wat kapot is, is kapot. Wat niet meer gemaakt kan worden, ja, dat kan niet meer. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, proberen wij hier aan deze kant ook weer gewoon te doen. Ondanks dat het daar ook niet goed zit momenteel met dat ik mijn mannetje mis. 5 jaar alweer. Wat gaat die tijd hard toch? Ja, echt bizar. Maar oké, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Kijk, ik wil het gaan foto maken direct. En dat is het leukste. Zo lief. Dit zijn de mooiste momenten. Is dat zo? Nee, en dat is helemaal niet zo. Nee? Weet niet, maar dat is wel zo, ja. De mooiste momenten, die leg ik ook altijd vast. En de mooiste momenten is ook dat mijn dochter er weer eens een keer is. Ja, lekker hè? En ja. Na een hele lange tijd. Ja. Ja. En Kandel of die is boven. Ah. Maar ik heb ook last van deze vliegjes hoor, dus... Ja, ik heb al plakband in het potje gedaan. Werkt niet. Nee. Werkt niet. Ik heb het ook al aan mijn buurvrouwtje gevraagd. En dit is gewoon gezond en voor deze plantjes blijkbaar. En het is ook een hele rare winter geweest. Ja. Dus laten ze er maar gewoon lekker op zitten. Want dit is ook alleen maar voor hun. Ja, nou ja. Ze moet overgepot worden, maar ik moet ook aarde hebben. Ja. Dat moet ik ook halen. En zo duur. Is niet aarde? Nee. Patiënten. Maar gisteren was het nog heel... Maar ja. Ja. Gaat goed met je, hè, na je operatie? Ja, gelukkig wel. Ja, en daar ben ik blij om. Dat is mooi. Jij? Ik ook. Mooi. Anders was ik er niet. Die, hè? Nee, precies. Potverdikkie. En wat gaan we nou doen? We gaan even pleiten. En waar naartoe? Joost mag het weten, maar dat
komen jullie vanzelf wel te weten. Zo is dat. Ja, en ze waren ze alweer heel erg ver. We zitten bij Marianne in de buurt. Zoals ik al eerder had gefilmd, waren ze nog niet zo ver. Dan komt er een auto langs. Toen waren ze nog maar bij de grond bezig. Maar ja, ze zijn nu al niet zo. En ik zal even deze kant langs. Zo. Ja. En ze waren toen nog op de grond bezig met bedradingen doortrekken, weet ik veel wat. Toen heb ik ook nog met een aantal staan te praten. Maar ze zijn nu al een heel eind opgeschoten. En daar loopt Karin, staat Karin. Dus ja, dat dus. Verboden te parkeren. Ja, maar je kan niet eens niet parkeren. Dus hoe doet dat bord daar? Weet ik niet. Maar we gaan verder, want het is koud zonder handschoenen. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even, retour. En het is al laat, geloof ik. Ik weet het niet eens. Even mijn horloge kijken. Ja, 13 minuten over 6 alweer op mijn horloge. En ik ben dus 3 minuten voor. Omdat mijn gimbal gisteren stuk is gegaan, heb ik nieuw gekocht. Maar het is geen gimbal, nee. Ik zal de dozen laten zien. Oh, die is bijna los. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. En anders leg ik hem neer. Het is een selfie stick ook. Ja, en dan heb ik nog een kleintje, maar één van de twee. En dat weet ik zo nog niet uit mijn hoofd. Hoort u bij die grote? Ja, welke weet ik niet. Maar ja, dat zien we straks wel. Ook heb ik de tas to good to go gehaald. Ook dat gaan we kijken. Maar ik ga jullie zo meteen eerst even in zo'n nieuwe poot zetten. Ja, lijkt me een strak plan. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, daar zijn we weer. Ja, jullie staan nou in een statief. Ik zal de grote er even bij pakken. Even kijken. Dat is dit ding. Hier gaat dan de camera in. Hij heeft zelf ook nog pootjes. Dat kan ik via dit allemaal doen, geloof ik. Ik moet dat nog allemaal uitzoeken. Hier heet de selfie stick. En dan begint hier die andere statief weer. Zo eentje zit nou ook onder mijn mobiel. Dus ja, daar ben ik helemaal blij mee. Echt wel, geweldig. En die gaan we van de week even uitzoeken hoe die verder werkt. Komt helemaal goed. Ik moet even de boel aan de kant doen. Want ja, je krijgt een theedrinker. En anders blijft het gewoon staan. Maar ja, maakt allemaal niet uit. We gaan die tas even doen. Maar ik wil even een lichtje erbij. Daar. Zo. En dan haal ik eerst de tas uit de ene tas. Zo. En dan gaan we die tas uitpakken. Ja. Doosjes even naar de kant. Voilà, voilà. En dan zet ik jullie even hier neer. Nou, jullie weten dat die tas daar staat. Daar gaan we in grijpen. Ja. Ik voel een bakje. Wat het is, ik weet niet. Jullie mogen het weer bekijken. Ik weet het niet. Oh, een lekker vleesje. Een steak. Bio. Ik schrik voor de prijs. En er zitten er maar twee in. €6,17. Dus ik heb mijn geld er alweer uit. Want ik betaal €4,99. €5 zeg maar.
vreselijk, hè? Nog een bakje. Hier is een kogelbiefstuk. €9,34. Dubbel en dwars eruit. Maar of ik het weg kan krijgen, want dat behoor je half rauw te eten, geloof ik. En dat krijg ik dan niet weg. Ik zit te vechten met die handvaten. Gaat goed. Nog een bakje. Gegrilde kipribs met ketchup. Dat is ook lekker. En de prijs daarvan is €2,49. Dat valt nog mee. Nou, ik moet een grote bak pakken. En aan de vorm van de bak te voelen lijkt het wel een 100 maaltijd salade. Ja. Groene salade, boeren. Nou ja, dat is lekker. Wat kost het? Staat geen prijs. Jawel. €3,29. Voilà. Gaan we weer graaien. Nog een bak. Een hoge. Oog is dicht. Oh ja, oh jee. Nou, ik denk dat dit weggegeven gaat worden, want ik denk dat er iets in zit wat ik niet lust, maar dat zien we wel. €3,49. Maar er staat ook niet op wat het is. Oh ja, ja, zie je wel. En dat lust ik niet. Dit is soepgroente voor pompoen. Ja. Pompoen en wortel, nou, dat mag Karin weer hebben. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, dat lust Karin misschien wel, maar ik kan niet. Een zak. Boerenkool, maar dat lust ik wel. Ja, lekker. Appeta. Gaan we weer graaien. Nog één zak, geloof ik. Die is kleiner te voelen. Ook voor dit. Maar dat is ook lekker. Kan je lekker smoren. Nou, dat was het. Nou ja, dat hartstikke goed of niet dan? Vind ik van wel. Nou, dan gaan we de boel lekker weer opruimen. Ik ben blij voor dat het gaat. Ondanks dat ik ook verdrietig ben. Ook krijgen jullie allemaal de hartelijke groeten van Corrie uit Lisse, die oudere dame. Die heeft me net gebeld, dus bij deze geef ik jullie de groeten allemaal door. Waarom ze mij belden? Nou ja, omdat mijn mannetje vandaag precies 5 jaar geleden is overleden. En toen was zij ook bij me, want zij heeft mij 's morgens uit het ziekenhuis opgehaald en thuisgebracht. Ze is de hele dag bij me geweest en de volgende dagen kwam ze ook steeds vanuit Lisse heen en weer rijden naar mij toe op 1 dag na. En voor de rest was ze steeds bij me, dus ja, heel geweldig gewoon. Maar oké, ik ben hartstikke super blij, maar ik weet nou nog steeds niet. Even kijken, dan moet ik die er geloof ik maar weer even afhalen. Zo, want ik kan niet helemaal begrijpen nog hoor. Dan haal ik die er ook maar weer even af, die kan ik gewoon ronddraaien. Een clipje. Oh ja, dit is om uit te schuiven.
Is ook zo. Nou. Dat is bovenkant. Kant. En dat is de onderkant. Ja. Gaat met clipjes. Ja. Nou, en dan moet die er ook uit kunnen, dacht ik. Op een of andere manier. Yellow is the other wall. Dat is de AB. Nou, daar moet ik ook nog mee goochelen. Want als zij de batterij, weet ik veel, dat hij een nieuwe erbij had gedaan. Ik weet het niet. Ik niet weten. On en off. Dan moet hij eerst naar on. En dat is off. Aha. Maar ja, je moet hem ook kunnen... Oh nee, dit gaat met een batterijtje. Maar ja, dan moet je ook die schroefjes allemaal loshalen. Er zitten hele kleine schroefjes in. Ja. Maar ja, dat komt allemaal nog wel. Ga ik nou niet moeilijk over doen. Ook wat we aankomende week hebben hier in Den Helder. Dat is dat de watertoren weer heel mooi verlicht wordt met een of andere afbeeldingen erop. Ik weet het niet wat het gaat worden. Maar in ieder geval, we gaan het beleven. Natuurlijk gaan we daarvan genieten. En er zijn meerdere punten waar wat te beleven is. Dus we kachelen gewoon weer met de booster er even langs om dat allemaal te gaan filmen. En dat is logisch. Ja, nou, dan doen we. En verder kan hij niet zakken. Hij is dus zo groot. En dan kan die er ook weer onder. Eigenlijk moet je daar een speciale tas voor hebben, vind ik. Nou. Hij blijft loszitten. Ik vind het wel eng. Tot ermee terug. Nou, anders moet Karin er maar naar kijken. Die heeft meer verstand ervan dan ik. Maar, zie je, dat bedoel ik. Hij is al los. Mag toch niet voorkomen. Heel raar. Anders ga ik die proberen. Nou, zeg. Ik zit hier ook een lipje aan, met een oogie. Nee, dat kan er ook niet af. Nou, ik ga het even anders proberen. Ik pak die en kijk of dat beter wil. Dus ja, jullie merken het wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Ik moet zo ook nog met de meisjes uit. Ik heb nog van alles en nog wat te doen. Ik moet dat nog allemaal weer opruimen. En dan, ja. En ik ben al moe. Kan je nagaan. En ik ben er nog lang niet. Maar in ieder geval, geniet ze. En tot later.